Wat gaan we doen vandaag? Ik ben een beetje zenuwachtig. Ik shake ook een heel klein beetje. Ik weet dat ik daarvan af moet, want het komt niet ten goede. Maar ik ga vandaag voor het eerst met Atos ergens anders rijden. En ik vind dat best wel heel, heel, heel erg spannend. Als wij hebben veel paarden, we hebben veel jonge paarden. En Daan, mijn zusje Daan, die rijdt altijd de jonge paarden. En als ze ergens anders gereden worden, dan rijdt Daan ze ook altijd eerst een paar keer. En dan gaat het goed of niet goed. En als het niet goed gaat, blijft Daan dat doen. En als het goed gaat, blijft Daan het ook doen. Totdat ik zeg, nou, ik zou ook wel een keertje durven. Nu is het zo dat Daan corona heeft gehad. Dat zij heel erg last heeft van de naweeën van corona. Dus ik heb Atos overgenomen. Atos is een 4-jarige Friese hengst. En die is hier nu 6 maanden. En dat gaat hier hartstikke goed. En ik kan ook heel fijn met hem rijden. Ik durf zelfs met hem naar buiten. Ik durf hem in de buitenbak te rijden. Ik durf met hem over balkjes te rijden. Ik durf eigenlijk alles met hem. Maar we gaan nu ergens anders op les. Dus we gaan in de trailer zetten. En dan naar de les toe. En dan ga ik daar rijden. Als het nou een locatie zou zijn waar verder eigenlijk niet zoveel is, dan zou ik dat misschien minder spannend vinden. Maar daar is ook de dierenkliniek. Dus het kan zomaar zijn dat ze een paard aan het keuren zijn. Dus dat ze daarmee over de weg straat aan het draven zijn. Ze hebben daar ook een dekstation. Dus ze staan daar meerdere hengsten. Dus mijn angst is een beetje dat hij begint te gillen. En dat ik, nou, ik zie mezelf eigenlijk al een soort over de weg weer terug gaan naar huis. Als we ergens anders gaan rijden, dan zorgen we altijd dat we de paarden er piekfijn uitzien. Niet dat als we thuis rijden dat ze dan erbij lopen als slonzen. Maar als we ergens anders gaan rijden, dan doen we altijd even net dat extra. Dus ik zorg echt dat ze hoofd mooi in de babyolie zit. Dat hij mooie bandages om heeft, die mooi dekje om heeft. Dat mijn spullen gepoetst zijn, dat alles er piekfijn uitziet. En dat heb ik allemaal gedaan. Alles is klaar. Atos staat onder zijn therapiedeken. Omdat ik daarmee hoop de spanning die hij niet heeft, ik wel ervaar, weg te bonjouren. Wat is nu belangrijk zometeen? Dat alles klaar is. Dus als de mogelijkheid er is, als je niet te lang hoeft te rijden, zorg dat je paard alles om heeft wat hij daar nodig heeft. Vind je dat spannend of kan dat niet? Dan is het handig om dat in de wagen of in de trailer op de andere locatie te doen. De les voor ons is echt 2 minuten rijden. Dus wij zorgen dat ze bandages, slash beschermers, wat je om hebt, aan heeft. Dat ze een zadel op is. Ik neem zijn hoofdstel mee en die doe ik dan dadelijk in de trailer om. Ik ga daar zometeen dan niet gelijk erop. Ik ga hem eerst longeren, kijken hoe die is. En als ik vind dat de spanning genoeg afgevloeid is, dan ga ik erop. Daan, mijn steun en toeverlaat. Die is alvast bezig om hem klaar te maken. Ik ga mijn eigen spulletjes in de trailer leggen en dan kunnen we zo gaan. Kom maar, jongen. Braaf. Meid, hoe gaat het met je? Medium. Medium. Oké. Okay. Nou, ga jij gemiddelde extra paard uit je medium trailer halen? Ik zorg dat ik zelf helemaal klaar ben. Dus ik heb mijn cap op, ik heb mijn laarzen aan, ik heb een sportje aan. En dan doen we zijn hoofdstel in, doe ik mijn handschoen aan. Welkom in de Sweet Life of a Stallion. Ja, superleuk. Hoofdstelletje in, mozillaantje eraan. Yes, ja, kom maar. Ja, duwt je maar achteruit. Kom maar. Neem je meteen met de paddock in, hup, en naar de paddock. Naar buiten hebt, Steef. Ja, wat zeg maar gebeurt is dat hij eigenlijk linksom kan ik heel fijn rijden. Want dan heb ik rechts controle. Rechtsom kan ik niet zo fijn rijden, want hij wil niet naar rechts buigen, maar hij wil ook geen contact op links. Nee. Dus dat is een beetje lastig. Oké, maar wat ik nu zie, ja, hij is niet als een banaan om je binnenbenen, dat moet wel. Ja. Om je binnenbenen. Precies. Dus je valt twee, exact. Ja, ik ben al tevreden. Oké, en let op hè, dat je bij welk paard dan ook, dat geldt voor Cas en dat geldt voor deze jongen zeker. Niet je ertoe laten verleiden om been te geven om niet langzamer te gaan. En bij deze moet je een beetje de achterhand goed begrijpen. Dit. Voel je dit? Mooi.
Zien jullie mij? Ik leef nog. Ik leef nog en het was hartstikke leuk en het ging ook echt hartstikke goed. Ja, het is toch altijd even spannend. Gelukkig werden er geen paarden gekeurd en waren de paarden, denk ik, die hier stonden, die waren rustig. Die beginnen er nu een beetje achter te komen dat hij er is. Maar eigenlijk tijdens de les gaf hij maar één keer een brul. Ja, hij was gewoon echt super lief. Hij heeft ook geen één keer gevoeld dat ik dacht, nou, misschien... ik voelde gewoon geen één keer onveilig. Ik laat beschermers alles eventjes om. En ik zet hem met hoofdstel nu in de trailer. In de trailer wissel ik het hoofdstel voor het halster. Dan breng ik mama hem even naar huis. Want we zitten hier natuurlijk toch maar 2 minuten vandaan. En dan verzorgen we hem thuis verder af. Dus komt u maar, Atos. Voor. Nou, tot straks.